zijn hier weer vandaag met Eiburg TV. We gaan vandaag een kijkje nemen in het Amadi Paranama Hotel. Oh, je maakt hem open voor ons. En nu gaan we met de lift. We moeten helemaal naar de 8e verdieping, dus dat wordt even wachten. We zijn er, nu gaan we naar de receptie. Hallo. Hallo, we gaan vandaag... Alain. ...interviewen. Wat vind je zo leuk aan deze baan? Wat heel leuk is in een hotel werken, is dat het heel erg afwisselend is. Dat je met heel verschillende mensen te maken hebt en dat geen één dag hetzelfde is. Leuk. En wat vind je het lastige aan deze baan? Het meest lastige is denk ik dat je heel vroeg op moet staan soms. En hoeveel sterren zou jij zelf het gebouw geven? Het hotel? Ja. Het heeft 4 sterren en ik vind dat het dat ook verdient. Komen hier heel veel toeristen of alleen maar Eiburgers? Nee, er komen hier niet alleen maar Eiburgers. Soms ook wel. Soms, hè, er zitten hier een heleboel bedrijven in de buurt die het ook prettig vinden dat er een hotel op Eiburg is. Maar er komen hier heel veel toeristen. Oké, en hoeveel denk je ongeveer als je het zou schatten? Als ik heel snel ga rekenen, dan denk ik dat je het hebt over ongeveer 32.000 mensen die hier per jaar overnachten. Zo, en vind je het uitzicht hier mooi? Ja, het uitzicht is waanzinnig, vooral aan die kant. Mogen we een kamer zien? Ja, natuurlijk mag dat. Kom maar mee. Ga maar kijken. Wow. Hey, daar is onze school. Dit is een hele mooie kamer. Ja, vind je het mooi? Ja. Hele mooie badkamer. Het is een lekker zacht bed. Je kan er wel lekker in zakken, vind ik. Dat is mijn mening. Maar ik vind altijd zachte bedden wel wat lekkerder dan harde bedden. Wat vindt u zelf van deze kamer? Nou, ik vind al onze kamers heel erg mooi. En wat ik vooral heel erg leuk vind, is dat eigenlijk bijna alle kamers zo'n heel mooi uitzicht hebben over Eiburg. Ja, zeker. En hoeveel kost zo'n kamer eigenlijk per nacht? Ja, dat is altijd een beetje lastig om te zeggen, want dat verschilt heel erg. Als het drukker is in de stad, dan zijn in alle hotels de kamers duurder. En als het rustig is in de stad, dan zijn ze weer wat goedkoper. Dus dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik vond het een heel leuk en interessant bezoek en we gaan nu weer naar school. Tot de volgende week en doei! I am the one, the way your son don't need a gun to get respect upon